Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag gaan we iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En jij? Wat gaan we doen? Akinator! En wat is dat? Dat is een soort van geest op internet. Ja, of ja, geest. Een genie. Genie? En hoe noem je dat nou? Genie? Hoe noem je dat nou? Zo'n gast uit een fles. Een geest. Bij Aladdin. De geest uit de fles. Een genie. Hier, genie staat er ook. Hier, de webgenie. Wat hij dus kan, is hij kan raden aan wie jij aan het denken bent. Waarom noem je het hij? Want dat is niet genderneutraal. Noem het, want een vrouw kan ook een genie zijn. Dit is een man. Kijk, hij heeft een snor en een baard. Wie zegt dat de vrouwen geen snor en baarden kunnen hebben? Jeetje, deze discussie die op dit moment gaande is op de wereld, echt, stop daarmee. We gaan spelen. Wie gaan we eerst opzoeken? Rick. Rick? Leeftijd. 24. Van Rick of van? Nee, dat is gewoon van de speler. Oké, speel. 24. Spelen. 24. Mag ik niet spelen als ik 24 ben? Of hoe moet dit zien? 15. Dit werkt niet. Waarom kom ik niet? Waarom doet hij niet? Misschien als ik zeg dat ik 454 ben. Minimale waarde is 100. Dus als je ouder bent dan 100 mag je dit spel niet spelen. Maximale waarde. Hey! Als ik 100 invul mag ik! Oké. Wie gingen we doen? Rick. Jullie kennen Rick wel, dat is deze man op dit plaatje. Toch Rick? Dan ben jij, hè? Ja. Is je karakter vrouwelijk? Ja, wel een beetje. Nou, maar volgens mij, nee, officieel niet. Oh. Is je personage echt? Ja. Uit Nederland? Ja. Een YouTuber? Ja, is Rick een YouTuber? Ja. Ja. Speelt je mijn personage Minecraft? Rick, speel je wel eens Minecraft? Nee. Oké, dan nee. Heeft uw personage een kat? Nee. Is je personage... Is je personage een rapper? Yo! Speelt jouw karakter Go Supermodel? Nee. Heeft je personage een gamekanaal? Nee. Is je personage beroemd dankzij de... Nee. Oh, die DA! Corrigeer. Hoe kan dat? Nee. Heeft je personage een vriendin? Nee. Houdt je personage van eten? Ja. Heeft je personage minder dan 30 jaar? Ja. Heeft je personage een kat? Heb ik al gezegd. Nee. Is je personage een mens? Ja. Is je personage gelinkt aan pinguïns? Nee. Is je personage van Argentijnse origine? Nee. Is je religieus figuur? Nee. Kent je personage jou persoonlijk? Ja, ik doe even nee. Want ik vulde het even in als zeg maar een leek. Had je personage een relatie met een ster? Nee, volgens mij met een maan, toch? Had je personage van bier? Ja, nu gaan we de goede kant. Oh ja! Is hij dol op tekenen? Ja! Is je personage is gevaarlijk? Nee. Nee. Toch? Ja! Niet zo hard schreeuwen. Rick Vermeulen, assistent van Dylan Hages. Stagiair van Dylan Hagen staat eronder. Assistent is wel een hele goeie. Rick, haal eens even wat drinken voor mij. Nah. Nee! Rick, kom op. Hier staat je maar als nee! Haal even wat drinken. Dat wil ik niet. Oké, dit was leuk. Laten we de volgende doen. Ja, dat was goed, Akinator. Wat ben jij een slimme man met een baard. Oké, jij mag nu. Wie gaan we doen? Jenkins. Zal die kennen? Nee, die kent hij niet. Is je karakter vrouwelijk? Gaan wij Jenkins doen? Ja. Hij kent toch iedereen? Oké. Nee, is hij bekend van YouTube? Ja, toch? Ja. Nee, geen Minecraft. Nee. Is je personage een rapper? Ja, soms gaat Jenkins wel zo, yo. Heeft je personage een kat? Nee, Catception. Woont je personage in Nederland? Ja, het is geen mens. Oeh, het is geen mens. Is je personage een tennisspeler? Ik heb eerst gezegd dat het geen mens zijn is. Zijn er geen mensen die tennisspelers zijn? Nee. Is je personage een hond? Nee. Is je personage in The Kingdom Elemental? Nee! Was zijn echtgenote krankzinnig? Wat? Loopt je personage op vier benen of poten? Oh. Ja. Is hij Antilliaans? Hè? Eerst zeg jij vier benen of poten en dan krijg je is hij Antilliaans? Dat is heel racistisch, Akinator. Komt hij uit een tv-serie? Nope. Een groep van 10 of die daarvan heel uitmaakt? Nee, dat is wel heel veel leden zeg. Ik heb wel het gevoel dat hij overdag vaak aan het chillen is met andere mannen. Ja, maar ja, dat zien we. Is je personage een kat? Ja. Is je personage een vrouw? Nee, dat heb ik ook gezegd. Is je personage zwart? Ja! Zo zwart als roet? Ja! Jenkins! De kat van Dylan Hages! Waarom staat er Jenkins? Zo schrijf je Jenkins niet. Nee. Het is DZJENGIS. Maar,
toch wel knap. Ik vind dit echt zo random. Doen mensen dit ook echt? Ja, dat doen mensen. Hebben ze daar lol in? Ik vind het leuk. Ik wil jou nu zoeken. Is je personage bekend van YouTube? Ja. Is het een vrouw? Ja. Is je personage blond? Ja. Heeft je personage een zoon? Nee. Heeft je personage veel tatoeages? Ja, daar weet jij niks van. Nee. Ben je Schot? Praat je Schot? Hi mate. Nee, dat is niet Schots, hè. Nee, je bent niet Schots. Praat is Iranees? Din 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 din. Oh nee, dat is heel anders. Nee, dat is heel... Heeft je personage een paardenstaart? Ja, kan wel. Soms wel, maar niet vaak. Niet vaak. Houd je personage van TNT? Oh, houd je karakter van TNT? Als wat in... is TNT Post of Terug naar Toen? Of... Explosief TNT? Mm. Nee, nee. Oeh, heeft hij of zij een relatie? Ja. Speelt je karakter gitaar? Nee. Was je personage een lid van de WWE? Wat is dat? WWE? Weet ik niet. Nou, dan was je er geen lid van. Is je personage van Smosh? Hé, we hebben eerst aangegeven dat... Oh, Curry! Hoezo? Dat is toch goed? Oh, dat was weer gitaar. Woont je personage in Nederland? Ja. Ja? Heeft je personage Krenta? Nee. Nee. Heeft je personage Kat? Ja. Is je personage... Heeft je personage... Ja? Speelt je personage Minecraft? Nee. Woont je personage met je moeder? Nee. Heeft je personage kinderen? Nee. Je leeft je... Ja. Heeft ze meer dan 1 miljoen fans? Nee. Nee, mijn kanaal niet. Oh. Dus zo zullen ze denken. Maakt je personage beauty filmpjes? Nee. Heeft je personage een hond? Nee. Heeft je... Oh! Huh? Ineens is hij er. Ineens is hij er. Ineens zijn die... Ik weet het. Marit Brugman. Vriendin van Dylan Hagens. Waarom zat hij niet assistent van Dylan Alles Hagens? Is gewoon van Dylan Hagens. Hè? Zo'n kat van Dylan Hagens, terwijl het ook gewoon mijn kat is. Bij Rick is ze gewoon assistent van Dylan Hagens. Die man heeft niet eens meer zelf een leven. Vind je het fijn dat je zoveel bezit? Ja, ik vind het ook altijd leuk. De mensen hier op kantoor, die bellen dan altijd zo... Hallo, je spreekt met Marit van Dylan Hagens. Of we hebben nu Lisanne op rij 12. Lisanne zegt 12. Nou ook... Hallo, je spreekt met Lisanne van Dylan Hagens. Ja, boom! Ik heb allemaal mensen die van mij zijn. Oké, jij mag er nog eentje doen. Wie wil je doen? De dikke man van onze animatieserie. Oké. Okay. Oké, we gaan de dikke man opzoeken. De dikke man. Is je personage van het vrouwelijk slag? Nee. Nee. Is je personage echt? Nee. Draag je personage schoenen? Heeft hij schoenen? Ja, volgens mij, Rick, heb je schoenen getekend? Ja. Okay. Heeft hij wapens? Nee, denk ik niet. Nee, alleen zijn buik. Ja, zijn buik is nu, ja. Heeft je personage... Heel veel haar, ja. Draag je personage een hoofdletsel? Nee. Is je personage volwassen? Volwassen man, ja. Heeft hij speciale krachten? Nee. Komt hij uit een tv-serie? Nee. 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 Ja, nou, ja. Ja, ja, ja. Heeft hij zwart haar? Ja. Nee, nee, hij is niet getrouwd, denk ik. Nee. Hij is niet gespierd. Nee. Is hij dik? Ja! Nee, hij is niet Belgisch. Nee. Nee, hij is alleen. Heeft hij een hond? Nee. Heeft hij nee. Wordt hij van bier? Denk het wel. Ja, hij houdt denk ik wel van bier. Is zijn moeder nog in leven? Nee, ook niet. Hè? Nee. Zijn ziel is bestaan. Ja. Ja, hij heeft donker haar. Wat? Rick! Rick komt eruit! Het komt denk ik omdat we zeiden dat hij van bier houdt en omdat hij niet sterk gespierd is. En omdat hij dik is. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat vroeg hij. Ja, maar jij drukt op ja. Maar hij is dik. Rick de dikke man is dik. De dikke man is dik. De dikke man hier. Kijk, hij is echt een oliebol. Het is gewoon een alter ego van Rick. Hij heeft gewoon zichzelf getekend, maar dan een paar jaar ouder. Zullen we iets leuks doen? Nou, zullen we het nog om het af te sluiten? Zelf ook nog Akinator zijn. Dus dan ben jij even de genie en ik ben de genie. Zullen we dat doen? Als jij dat graag wil, dan doen we dat. Hoe gaan we dat doen? Ik heb iemand in gedachten. Oké, dan moet ik raden wie het is. Even kijken of ik heb iemand in gedachten. Maar ik moet wel even tegen de camera alvast zeggen. Dus moet jij je mond of je ogen dicht houden. Ik doe Dylan. Ja? Oké, okay, ik wil wel een timer. Want ik wil het ook wel een soort van wedstrijd hebben. Oké, maak er maar een wedstrijd van. 3, 2, 1. Komt hij op... Nou, is de man? Ja. Komt hij uit Nederland? Ja. Zit hij in de televisiewereld? Nee. Zit hij in de danswereld? Nee. In de YouTube-wereld? Ja. Maakt hij gamevideo's? Nee, de Akinator kan ook zeggen, weet ik niet. Weet ik niet. Ja, wat is dat nou even? Ja, sorry, weet ik niet. Is het een groot iemand? Ja. Hoe lang heb je? Niet. Gewoon, totdat ik één iemand raad. Maakt hij sketches? Nee. Zingt hij? Nee. Komt hij uit Amsterdam? Wacht, zoek het even op.
Ja, zo kun je wel heel veel tijd winnen, ja. Als ja, maar zo weet je dat toch? Dat weet ik toch niet? Ja, dan moet je zeggen, weet ik niet. Nou, weet ik niet. Woont hij in Amsterdam nu? Weet ik nog niet. Weet jij überhaupt iets van deze karakter? Een beetje. Komt hij uit Groningen oorspronkelijk? Oh, hij maakt wel een gamevideo. Oh, fijn! Gaat lekker! Akinator vraagt soms ook de twee keer dezelfde dingen. Dus heeft hij een team? Nee. Heeft hij dezelfde naam als Dylan Hagens? Nee. Okay. Dezelfde naam? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Dezelfde naam als Dylan Hagens? Ja, of die ook Dylan heet. Oh, ja! Ja, wat is dit? Nee, is het Dylan Pace? Je zei, heeft hij dezelfde is naam als Dylan Pace? Ja! Jeetje! Je zei... Ik heb al 10 keer... Nee, je zei, heeft hij dezelfde naam als Dylan Hagens? Ja. En dat heeft hij niet. Hij heet geen Dylan Hagens. Oh, wat is dat nou weer? Maar dat is echt dom. Hij heeft niet dezelfde naam als Dylan Hagens. Nou, niet dus... Jongens, wat is de naam van Dylan Hagens? Dylan Hagens. Nee! Maar wat is jouw naam? Wat is jouw naam? Marit Brugman. Ja, of... Gaat daar als jij zegt man. Dezelfde naam als Dylan Hagens, dan klopt dat. Is goed. Maar schatje, ik heb je toch geholpen, want daarna dacht ik, help hem wel. Ja, maar is ook... Nee, maak geen game video's. Ja, ik weet niet waar hij vandaan komt. Ja, net of jij weet waar al die YouTubers vandaan komen. Nou, Nee. Ja? Nee. Oké, dan gaan we nou een andere doen. Je moet je oren dicht doen. Oh. En je moet me zeggen. Wacht even, ik zit vast met... Ik had trouwens, hoeveel had ik nou? 1 minuut 56, dat is vet lang. Ja. Oké, laten we beginnen. Start. Is je personage een man? Ja. Oké, komt hij uit Nederland? Ja. Komt hij... doet hij iets met YouTube? Nee. Ken jij hem persoonlijk? Nee, niet persoonlijk. Bekend van sport? Ja. Heeft hij meegedaan met voetbal? Doet hij aan voetbal? Hij doet aan voetbal. Is het een voetballer? Ja, dat is... Nee, nu nog, zeg maar. Ja. Bedankt dat je dat doet, want daar weet ik inderdaad heel veel van. Heeft hij dezelfde naam als Marit Brugman? Speelt hij bij Ajax? Nee. Speelt hij in een buitenlands team? Ja. Speelt hij bij Barcelona? Nee. Speelt hij in Spanje? Nee. Speelt hij in Duitsland? Nee. Speelt hij in Engeland? Nee. Speelt hij in België? Nee. Speelt hij in Frankrijk? Nee. Speelt hij in Italië? Nee. Speelt hij in een Europees land? Überhaupt. Ja, dat is een beetje lastig. Speelt hij in Turkije? Ja! Oké, dan is het Wesley Sneijder. Ja! En, aha! Je hebt iets laten ingedrukt, want je dit nog even daarnaast. Ja, maar het was ook 1 minuut 56. Ja, precies dezelfde tijd. Het is toch bizar? Precies dezelfde tijd. Maar ik weet niet of hij nog officieel bij Turkije speelt. Nee. Dan speelt hij dus oprecht niet meer. Jawel toch? Nee. Toevallig weet ik heel veel van voetbal en hij speelt er echt niet meer. Jawel, hij heeft verlengd volgens mij. Echt niet. Oh. En? Speelt hij nog in Turkije? Volgens mij niet. Nee. Oh, dat is echt f***ing dom. Hij speelt volgens mij in Frankrijk nu. Dan volgens mij stelde ik dus al heel snel de vraag. Ja, maar ja, jij zei ook dat Dylan niet Dylan was. Nee, dat zei je toen Dylan. Is hij serieus? Ik dacht dat hij bij Galatasaray speelde. Daarom had ik ook zoveel moeite mee. Want ik dacht... Oh, hij is net getransferd natuurlijk. Ja. Dat heb ik gisteren nog gelezen. Ja, we houden van elkaar. Nee, dat houden we niet. We houden zoveel van elkaar dat we precies dezelfde tijd hebben. Toch? Dames en heren, dit was de video op het tweede kanaal. Maar het maakt tegenwoordig trouwens hele leuke nieuwe video's op haar kanaal. De Manvraag heet het. Check het even op haar kanaal. Super geniaal. Echt grappig. Echt heel grappig. Dus check even haar kanaal. Abonneer, kijken en liken. En deze video ook even liken. En gratis abonneren kan hier natuurlijk ook op dit kanaal. Maar het heel erg bedankt. Het was leuk. En we hebben nog maar één ding te zeggen. En dat is... Kusje. Nee, dat zeggen we nog. Kusje. Dat is voor één keer. Later.